Wanneer is iets genoeg? De afgelopen jaren zijn wij meerdere keren opgeschrikt door verschillende vormen van anti-moslimracisme en moslimhaat. Van een terroristische aanslag op een moskee in Enschede tot aan de brandstichting in Drachten, een afgehakte poppenhoofd in Amsterdam, een islamitische basisschool dat beschoten is, verschillende dreigbrieven richting moskeeën en nu een 14-jarig meisje met hoofddoek die het ziekenhuis in is geschopt. Het is opvallend dat heel Nederland verontwaardigd is wanneer er sprake is van LHBT-discriminatie of bijvoorbeeld hashtag MeToo of wanneer een Joods restaurant aangevallen wordt. Terecht, moeten we ook keihard aanpakken. Maar waarom blijft het keer op keer stil en blijven maatregelen uit als het gaat om moslimhaat of anti-moslimracisme? Dit is een oproep naar alle lokale, maar ook landelijke politici en politieke partijen om de handen ineen te slaan en zich hier een keer tegen uit te spreken. En om gezamenlijk met de integrale aanpak te komen tegen anti-moslimhaat. Dus mijn vraag aan jou is, wanneer neem jij je verantwoordelijkheid?